Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Worms, Ultimate Mayhem. Ik heb deze game al eens een keertje eerder gespeeld, samen met Ronald, maar Ronald is er niet vandaag. Vandaar dat ik vandaag lekker met mezelf mag spelen. En ik weet dat het ontzettend smerig klinkt, maar het is toch echt zo. Ik ga vandaag voor jullie een aantal Worms challenges doen, want blijkbaar had deze game al voorspeld dat challenges helemaal in zouden worden op YouTube. En dan ga ik er dus gewoon een aantal voor jullie voor doen. Ik heb geflowd bij wie er ook weer allemaal in mijn team zitten. Ik weet in ieder geval dat ik het Vaco Squad had. En dat waren echt wormen met name als Bert en Bas en Bob en weet ik het allemaal. Welke kunnen we doen? We kunnen de Sniper Rifle Challenge doen. Dan moeten we zoveel mogelijk targets binnen een bepaalde tijd kunnen raken. Is te doen. Die heb ik al een keertje gedaan. Dan heb ik een 50 seconden over gedaan. De Jetpack Challenge. Best wel heel erg lastig. 1 minuut 31 is mijn beste tijd ooit. Het Superschaap Challenge. Gebruik je trouwe schapen om het hele level door te navigeren. En we moeten ook nog onderweg de kisten oppikken. Dus dat is best wel heel erg moeilijk. We kunnen er de Shotgun Challenge. Ook wel heel erg tof. Maar die heb ik nog nooit gedaan. Weet je wat we gaan doen? We beginnen nog lekker met de Sniper Challenge, dat is ook wel heel erg tof. 50 seconden heb ik over om te schieten. En ik heb geen flauw idee meer hoe die Sniper Rifle werkt. Dus er gaat waarschijnlijk geen grote chaos worden. We gaan het gewoon proberen. Mocht je zoiets hebben van Vaco, je moet vaker van dit soort random games tussendoor doen. Knal dan zeker eventjes een like op deze video. Maar wij hebben ondertussen de Sniper Challenge. En ik weet nog dat er eentje boven in die kerktoren zat. Dat weet ik nog wel. Helemaal bovenin, dat was waarschijnlijk de laatste. En die gaan constant... Oh, dit is trouwens Bob, denk ik. Bob, mijn Duitse worm. Ja, kijk, hij is helemaal happy. Ja, dat is goed. Oké, wat gaan we pakken? Een sniper. Oké, hoe gaan we sniperen? Oh zo, met Q. Oké, waar is de ding? Waar is de target? Oh, daar is de target. Oké, dat is 1. 2. Want als het goed is, zitten ze ook steeds op dezelfde plekken. Dus op een gegeven moment weet je waar ze zitten. Daar dus. Ik moet eventjes nog een beetje leren waar die targets allemaal zitten, hoor, jongens. Bam! Hurry up. Ach, rustig aan, man. Je moet met een sniper rifle niet gaan lopen haasten, dan gaat het fout. Dan schiet je jezelf in je vingers. 50 seconden, dat ga ik toch nooit redden. Hoe lang ben ik al bezig? 34. Hoeveel die targets zijn er? Target, oh daar. Mes. Raak. Waar is de laatste? Er moet er nog één zijn, daar. Nee! Smash. Bam! Ook mes, inzoomen. Verder inzoomen, Vaco. Bam! Hurry up, daar is er eentje achter het raam. En er was ook uiteindelijk eentje in de kerktoren. Dat weet ik 125% zeker. Ik ga deze volgorde... Ja, zie je ook bovenop de kerk. Bam! 1 minuut en 1 seconde. Dat is te verbeteren, want ik heb een aantal keren moeten zoeken wat nou precies de knoppen waren. En ik moest een aantal keren echt zoeken naar de targets. Dus ik weet nu ongeveer waar ze een beetje zouden kunnen zitten. En 1 minuut en 1 seconde is te verbeteren. Absoluut. Challenge complete. Hey. Dat is dan wel weer goed. Time to beat was 50 seconden. Remember, practice make perfect. Oké, we gaan het nog een keertje doen. Maar dat gaat gewoon goed komen. Sniper Rifle Challenge, Vaco Squad, 50 seconden. Ik kan dit. Ik ken nu de knoppen, ik heb die sniper helemaal onder controle. Ik heb ook een aantal keer misgeschoten, dat is ook dom. Dus we moeten gewoon weten waar die dingen zitten. Hij begint links. Of hij begint in het midden, dan gaat hij naar links, dan gaat hij naar rechts, dan een stukje naar boven. I can do this. Ik ben de beste warm sniper van het hele universum. Toevallig. En deze keer gaan we het door Henk laten proberen. Deze vorm heet Henk van de TS. Ja, Henk is er ook even mee, hè. Oké, daar is de eerste. Bam. 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 Waar was de volgende? Waar was de volgende? Waar was de volgende? Ben ik. Oh, daar. Hier is. Raak. Je moet ook kijken naar de rook, waar de rook zit. Waar die rook is, er is namelijk net de volgende gekomen. Nee! Vaco amateur! Oh, kom op. Ik wilde weer te snel. Dat moet ik niet doen. Was dat binnen 50 seconden? Ik heb niet gekeken. Ik heb echt een aantal keer gigantisch gefaald. Het is super zonde. Dat was helemaal niet nodig. Ik moest gewoon rustig aandoen. Dan komt het waarschijnlijk helemaal goed. Maar was dit binnen 50 seconden, ja of nee? Is dit een betere tijd? Zo ja, ben ik er happy mee. Ben ik er ontzettend happy mee zelfs. 41 seconden. Ik denk zelfs dat ik het nog een beetje sneller kan doen. 41 seconden. Ik heb 9 seconden van mijn oude tijd afgesnoept. Ik ga het nog 1 keer doen. 1 keer een sniper challenge en dan gaan we naar de volgende. Kijk wat er gebeurt.
Worms, Ultimate Mayhem, Basic Game. Als je deze game nog niet hebt, ga hem absoluut halen, want hij is tof. Ik moet ook misschien binnenkort weer eens een keertje met Ronald een aflevering opnemen. Want Ronald die speelt echt ontzettend vals in deze game. En dat is voor mij wel weer een leuke challenge. Ronald die doet altijd met zijn parapluutje dat hij het hele water over de map heen laat lopen. En er zijn allemaal wormen aan het verzuipen. Dat vindt hij leuk, mijn wormpjes verdrinken. Ik weet niet waarom, ik vind dat persoonlijk niet tof. Maar het zal wel zo weten. 1. 2. Waar is de volgende? Daar. 3. Kan nog steeds. 4. 5. 6. 7. 8. Hé, dat was 8. 8. Negen. Was dat binnen 41 seconden? Ik denk het haast wel. Ik denk 38. Er stond natuurlijk een tellertje rechts onderin, maar die heb ik niet gezien. Want ik was heel druk bezig met focussen. Ik moet mezelf focussen op wat ik moet doen. In dit geval is het rare draaiende targets overhoop schieten. Ik zeg 38 seconden. Ongeveer, give or take. Kan ietsje langer zijn. Maar ik denk dat ik sneller ben geweest. 34 seconden, hey! Hij gaat hartstikke goed. Ik ben goed bezig met challenges vandaag. Oké, dat was challenge nummer 1. De Sniper Rifle Challenge. En we gaan vandaag ook nog eventjes de Jetpack Challenge pakken. We moeten rond het level vliegen en de kisten oppakken. En de beste tijd die ik heb gedaan is 1 minuut 31. Moet te doen zijn, denk ik zo. Maar dan moet ik ook weer leren hoe ik die jetpack moet besturen. De Jetpack Challenge, ja, dat zei ik dus net ook. Collecting crates as they appear. Hij is zo happy die vorm. Bring it on, zegt hij. Dat is waar. Hoe sneller ik het doe, hoe meer likes ik van de vacuumgamers krijg waarschijnlijk. Kom op, I can do this. Kom op, bots je tegen een hek aan! Kom op, kutworm. Oké, die zag ik gelukkig aankomen, anders was het een kwartier lang zoeken naar waar dat kratje gevonden zou zijn. Nee! Gaat hij er onderdoor? Scheidworm! Met je scheidjetpack. Wat was hier het doel? 1 minuut 31 geloof ik, hè? Worm, gaan er niet onderdoor, we gaan er gewoon dwars doorheen. Loserbeest. Oké, we moeten rustig vliegen. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Gaat hij er langs? Hansworst, worm dat je bent. Wat is er te doen? Gaat hij er overheen? Worm, wat is jouw probleem? Hoeveel van die kisten zijn er? Ik gok ook 10, hè? Net als de doelwitten. Maar ze liggen wel op volgorde, dus dat is wel relatief goed te doen. Waar is de volgende? Waar is de laatste? Hé! Hey. Oh daar, er is iemand die mijn kist gejat had. Als dit de laatste is, dan is het goed. Nee! Keep going! Nee! Ik wil niet keep going, ik wil stop. Ik wil klaar. Daar heb ik de tijd niet gehaald. Moet ik deze challenge hem er nog een keer doen? Oké, dat kan ik. I can do this. Gewoon rustig aan doen. Ik ben te snel geweest deze ronde. That's it. Dit kan toch nooit. Hoe heb ik dit ooit binnen 1 minuut en 31 seconden gedaan? Ik had er helemaal niet. Oh, die zag ik gelukkig verspannen, dus die zit hier. Dit kan nooit binnen 1 minuut en 31 seconden gedaan zijn. Door mij dan, hè? Het kan best dat het 1 minuut 31 gelukt is iemand, maar niet ik. Oh, misschien ook wel, misschien moet ik meer vertrouwen in mezelf hebben. Ah, oké, dat waren ze. We moeten dus eerst over die brug, dan om die toren, dan op een gegeven moment via die pilaren. 1 minuut 31 is haalbaar. Ik ga het nog een keer proberen. I can do this, ik ben de beste wormvliegmeneer die er is. Toevallig. Ik heb wel geld verdiend. Dat is wel goed. Ik zou niet weten waar ik het mee moet gebruiken, maar goed. Remember, practice makes perfect. Dat is absoluut waar. En daarom ga ik het gewoon nog een keer doen. En deze keer gaat het lukken. Deze keer gaat het echt lukken. Ik ga in ieder geval in 1 minuut 45 eindigen, want ik weet nu hoe het werkt. Okay. Er overheen, er omheen, via de bomen, via die palen. Nou, ik wil graag respect. Ik ga deze keer niet tegen de muur afvliegen. Heel goed, Vaco. Niet te hoog, niet te hard.
keurig. Heel goed, rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Ik moet ook wel een klein beetje doorvliegen, dat kan wel niet heel rustig blijven doen. Ik heb natuurlijk wel een tijd te halen. Waar is de volgende? Ik ben hem kwijt. Ah, oh, shit. Waar is de volgende? Oh, daar. Ja, nee, die ga ik niet redden. Maar ik ga het proberen. Ik geef het niet op. Ik ben geen opgever vandaag. Ah, je bent het waar ze heen gevlogen. Scheid, Hans. Poepworm. Nou, ik ga in ieder geval een betere tijd neerzetten dan net, maar... Hoeveel? Kap! Goed zo. Je moet ook even doen eens een keer geluk hebben dat je er net toevallig doorheen vliegt. Zo eentje moet je er ook hebben. Het zou zelfs nog kunnen. Nee, dat gaat niet meer. Gaat niet meer lukken. Ha! Het gaat me wel lukken! Bam! Jetpack Challenge in de pocket! Zo doen we dat! Als een pro! Waarom is die zee zo paars? Misschien dat iemand een gigantische tanker vol met paarse verf heeft laten crashen. Dat nou de hele zee paars is. Het geeft wel wat te doen. Congratulations! You have successfully completed the level in 1 minuut 26 seconden. The time to beat was 1 minuut en 31 seconden. Jetpack Challenge completed. Fanco Gamers, laat mij eventjes weten of dat ik ook de volgende challenges nog moet gaan doen. Want er zijn nog veel meer challenges. We kunnen ook de Super Sheep Challenge nog gaan doen. En de Icarus Potion Challenge. En de Shotgun Challenge. En waarschijnlijk nog een heleboel. Dus laat het me eventjes weten of jullie dat leuk vinden, ja of nee. Dan zal ik zo af en toe eens een keertje een nieuwe aflevering uploaden. Doe ook zeker eventjes een like op deze video als je vindt dat ik het goed gedaan heb. Ik heb in ieder geval 2 van mijn beste tijden verbeterd. En dat vind ik toch wel heel wat voor mezelf. Dus hopelijk willen jullie even een like doen. En anders zie ik jullie natuurlijk gewoon de volgende keer weer terug. Bij een gloednieuwe Worms Challenge. Hier op Vaco Games. Mazzel!